grootvaders klok was wel 100 jaar oud, maar hij tikte nog altijd secuur. En wat ook gebeurde op aard, het liet haar koud, zij tikte en sloeg ieder uur. Maar op zekere dag was ze plotseling van slag, bleek ze niet zo nauwkeurig als voorheen. En opeens, toen was het getik gedaan, en sindsdien is ze stil blijven staan. En zij tikte maar altijd voor, tikketak, tikketak, nimmer voor iets gestoord, tikketak. Tikketak, maar plots, toen was het getik gedaan, en sindsdien is ze stil blijven staan. Men ging naar de oorzaak van stilstaan op zoek, maar doorgrondde toch nooit het waarom. En nu staat zij daar in een stoffige hoek, geen sterveling kijkt naar haar om. Van haar glorie ontdaan, leidt zij nu een stil bestaan, maar het is uit met haar zo vertrouwd geluid. Want opeens, toen, was het getik gedaan, en sindsdien is ze stil blijven staan. En zij tikte, maar altijd voor, tikketak, tikketak. Nimmer door iets gestoord, tikketak, tikketak, maar plots, toen was het getik gedaan. Toen mijn grootvader heen was gegaan.